Oké. Vol te groot. Super. Ja, dat is niet erg. Nee, ik ga er niet direct nog kijken. Nee. Heel goed. Goed, rechtop. Ja, en wij zelf met de rijpaarden gaan 4 keer per volte aan de buitenteugel ophouden. Goed. Super gedaan. Klopt. Ja, doorgaan. Wendingen mogen niet trager, hè. Dat is prima. Ja, reizen we de lucht in. Super, de voorbindjes zijn magnifiek. Niet nog kijken, nee, dat is heel logisch. Die peren, denk ik, zijn niet gewend pas u actief te lopen. Oké, en nu zou ik beginnen met schakelen, Jos. Tempo naar verzameldere draf en weer naar ruimere draf. Bal stil, dat is iets te veel. Dat is zeer goed. Oké, en nu rij ik weer lichtjes naar voren. Dat is zeer goed, niet meer dan dat. En nu kom ik terug in tempo, terug, want die rechts is net wat moeilijk. Oké, opletten met terugkomen. Dus terugkomen is bergop, hè. We komen nooit bergaf terug, hè. Mooi. Opsluiten, dus nee. Je hebt niet verwittigd hoe lang dat ze rechtdoor moesten blijven. Goed. Ja, en toch actief blijven. Verzameld betekent niet dat ze moeten in sloop vallen. Dat is magnifiek. Dat is magnifiek. En ik zie mooi gesloten teugels. Ja. Kies de andere richting van de paarden. Dat is slimmer gedaan dan wat je zelf wel denkt. Wij noemen dat door korpen slopen, zoals ze een heel klein beetje meer cadans kunnen zijn. Iets op de luur, dus iets op de luur. Kom terug. Goed, nou weer iets gelossen. Ja, voilà, dat is het. Dat is de goede cadans. Prachtig, man. En recht houden. Nooit de paarden laten beslissen waar dat ze gaan afwerden. En nu rijd ik weer naar voren. Kom aan. Oké. Dat is niet erg. Nee, echt hoor, dat moet je niet nog kijken. Dat komt eruit vanzelf. Die peren zijn dat denk ik niet gewend. Maar dat is een kwaad punt. Ze moeten daar een beetje werken ook. Hè, daar. Ja, moeten wat trekken. Is dat heel goed. Oké. Maar zodra dat je voelt dat ze zo naar beneden komt, dan moet je afremmen. Hè. Goed. Hè. Terug. Nee, ja goed. Dus ophouden is bergop. Terwijl dat echt gewoon 80% van de ruiters, die houden op om naar beneden te rijden. Klopt niet, hè? Oké. En gaan. Kom. Altijd blijven lopen. Niet dweilen. Kijk, luister, dat is een goede draf, hè? Dat is goed. Dat is buitenteugelrijden, dat is dus echt rechtrichting. Super. Mooi gesloten teugels. Ja. Onderhoud. Heel goed gesloten. Hè. Ik vind dat je dat echt gewoon voortreffelijk doet. Ik wil geen loshangende teugel. Mooi. Niet te lang maar nog terug. Als mijn teugel steekt, mag dat ook naar beneden gaan. Maar laat het nooit naar beneden gaan als het rechts geven. En weer naar voren rijden. Altijd weer schakelen. Prachtig man. En
Terugkomen, rechts, en geef nu rechts. Oké, en nu vooruit wat, dat is prachtig. Super goed gedaan, hè? Ja, hij snapt het. Mooi. Dus paarden mogen niet loskomen. Dat is een van de grote fouten dat we zien. Dat maakt niet uit. Oké, en nu tempo terugnemen met de linker teugels, ook met de linker. Oké, en nu links C. Oké, en nu wenden af voor de F. We gaan ze in een toer bakken, hè. Wend af nu. En nu rijden recht voor die K. En op het einde sluiten de twee teugels op en je geeft de rechter teugel, want dat verwachten ze niet. Nu rechts geven en naar links draaien. Nee, nou, zie je wel? Dus ze moeten gehoorzaam zijn. Wij noemen dat wachtoefeningen, hè. Super. Super. Mooi. Oké, goed. Luister ik naar de cadans. Kijk, dat is prachtwerk, hè. Dat wil ik niet, hè. Koppen niet naar beneden. Ze moeten duwen. Een paard die duwt, die gaat niet naar beneden, hè. Oké, nu ben ik af bij de M. Geef de rechter teugel. Prachtig. Ik had niet beter kunnen. Nu rijd ik recht naar die kegels. En om die kegels sluit ik op en ik geef links. Zie je, zie je weten ze op het einde niet meer worden. Als je de teugel opneemt, moet naar mijn kop weg. Nee? Ja, dat doen we, hè. Hij heeft het dus al beter. Ja, goed. En weer los. En weer los. Kijk, zie je, en zo ga je die al totaal veranderen. En als je nu voelt dat je te laag wordt, dan neem je tempo iets terug. Mooi. Oké, nu verander de van richting. En dan ga je een trucje leren. Goed. Nu de nieuwe buitenteugel gebruiken. Verander van richting. Nu rechts geven. Dat is supergoed. Nu rechts opsluiten, dat het rechtuit gaat. Supergoed. Denk aan een buitenteugel. Nee. Ja, los. Goed. Oké, mooi. Supergoed gedaan. Oké. Prachtig. Verander van richting, geef de buitenteugel. Supergoed. Nu sluit ik de linkerteugel, dat kan ik daar recht houden. En nu geef ik de linkerteugel. Dus, hij snapt het al, hè? Dus je ziet, hij wacht naar al. Ja, maar dat is een groeit punt, hè. Heel mooi. Linkerteugel sluit nu. En nu links loslaten en afwenden. Voilà, hij blijft bergop, hè. En nu loopt met zijn been letterlijk voor de loodlijn. Dat is mooi. Zeer, zeer goed. Mooi gedragen. Goed. Ja, dit moet er goed zijn. Dus ik mag wel lekker de grap als ik rij, rijd met witte bandages aan, maar ik moet ze wel voor mij zien lopen. Anders leg ik ze in de kast en moet ik ze niet wassen, hè. Dus hij heeft die fout, al het los. Dus je moet even een klein beetje meer aanleuning rijden. Dus elke moment dat hem los wordt, moet je mee als wierpliker voorzichtig, hè. Je moet je geen accidenten zoeken. Maar hij kan het. Het is een chic peer. Hij kan het. En dus heb je hem aan twee teugels, einde van een rechte lijn, zegt hij tegen dat peer, Ela, rechteur. Als ik hem ophoud, moet hem groter mogen. Hè. Wat de neiging van hem kleiner te mogen. Dan klopt het. Dat klopt niet. In feite vroeg de mier van zijn achterhand door hem op te houden en hij moet meer met zijn been naar voren gluren. Ja. Dus daar moet je een beetje op letten. Je rijdt een rechte lijn aan de twee teugels. Op het einde van een rechte lijn moet je een klein beetje meer sluiten en dus verwachten dat een klein beetje meer wat tegentrekt. Dat meer stuur hem. Ja. Dus ik heb dat daar aan Josse uitgelegd. Ik kom hier afgereden, actief. Ik heb twee teugels erover en dan gaat dat niet doorgaan, hè. Want dat trekt. Dus ik wil mijn peren leren zoveel dat ik neem, moeten zij tegentrekken. Dus ik kom hier aangereden, ze hebben een stevige aanleuning. En het zou kunnen zijn, hè. Nou weet ik niet of dat deze dat doet, maar de meesten doen dat wel. Dat zegt, ja, het zou wel al ginder zijn, hè. Dat dat veer denkt, het is al hier. Dus ik sluit mijn teugel en doe mijn linker los. Ik rij al door. Waarom? Ik wil dat de peer wacht, maar dat ik het naartoe rijd. En niet meer dat hij naartoe rijdt. Jij bent te rijden, maar doe het aan jij ook. Dus je wilt een goede aanleuning. Dat, ja. Dat is je zien. Ja. Oké? Okay? Dus als je doet wat ik zeg, je rijdt actief en dan begint je zakken. En
daar zeg ik terugkom. Ik rem. Ik rem en dat paard treedt ietsje meer onder. En die ondertredende achterhand moet hem resulteren in oprichting. Nou, voor wat betreft die aanleuning is het een beetje hetzelfde. Ik zou van een menswiep kunnen een boog mogen. Hoe meer dat ik die een boog opspan, hoe verder dat ik met een pijl kan schieten. Hoe meer dat dat paard wil gesloten lopen, hoe meer gangen dat heb. Het is allemaal just hetzelfde. Ja. Oké? Okay? Go. Hup. Hup. Dat is al vals vertrokken. Hè. Dat lukt hem vooral te draaien. Ik probeer hem beter te zien. Ja, beter. Rijd op mijn keer een overgang bij de A naar de stap. Rijd hem bergop. Bergop komt terug naar de stap. Rechtse teugel, had dat weer. Nee, nee, dat klopt niet. Zie je, alles los. Hij komt terug. Ja. Wat doet dat? Dat kan niet. Dat is gewoon vals. Dus ik kom aangereden en ik zeg stop. Ik moet ondertrainen om te stoppen. Het paard, we werken gelijk in de natuur. Hij wordt in de natuur never nooit met zijn hoofd naar beneden. Dat is gewoon. Oké, okay, dat is beter. Dus wat jij fout doet, dat is, je rijdt de draf uit. En ik rijd de stap in. Dat is het verschil. Dus ik rijd hem van achter naar voren en zeg ik dat ik dan even weg. Ja. Nee, nee, nee. Ja, nog meer. Oké. Okay. Oh, dat wil ik zien, ja. Dat is oké. Okay. Daar lopen zijn benen meer naar voren. Hoppa, hoppa. Terug komen. Ja, los. Nee. Voilà, dat is het, hè. Terug. Los. Super. Nee, goed. Terugkomen. Los. Oké, okay, voilà. Even dat beetje kijken. Luister naar de draf, draf het goed en voel de aanleuning, om hier aanleuning op deze. Terugkomen, ja, terug, los. Oké, dat is juist. Voilà, dat is een schone kramen zetten. Hè. Moet een kaver doen, hè. Moet je peert zien hoe zijn kop in de grond ligt en op zijn eigen beurt die een trapt. Hè. Dat is prima. Rechtdoor. Twee teugels sluiten. Dat is zeer goed. Zie je, hij mocht hem gruwen. Ik haal hem op, als naar boven. Luister tot de draf, hè. Mooi. Wat je nu moet leren, Jan-Pieter, dat is hoeveel aanleuning kan ik dat paard krijgen. Dat is een beetje fout. Terugkomen. Los. Zeer goed. Mooi. En nu ga ik een klein beetje verruimen. Nodig hem een klein beetje uit. Oké, ik kom nu terug. Nog terug, kom in. Ja, goed, los. Prima. Dus, dat noemen wij schakelen. Ik wil schakelen. Ik wil mijn tempo veranderen. En nu ga ik weer rechtuit. Nee. Ja, goed. Nu de buitenteugel geven. En nu weer de buitenteugel sluiten. Oké. En nu sluit ik de twee teugels. Nu. En ik geef nu de buitenteugel na en ik wend af. Geef juist. Dus ik krijg naar links de rechterteugel. En niet met de linkerteugel. Dat gaat niet. Dat klopt niet bij het paard. Oké. Mooi. Goed. Opsluiten. Ja, afwenden nu. Geef de buitenteugel. Binnenteugel moet je niks doen. Nu sluit ik weer op rechtdoor. En nu ga ik op het einde de linker teugel geven. Even dat beetje kijken. Hij rolt al. Kom aan. Niet laten zakken. Hè. In wendingen hebben we peren de neiging om naar de voorhand te komen. Dat is mooi. En nu ga ik weer wat tempo terugnemen. Links opsluiten. Terug in tempo. Terugkomen. Trager. Terug. En nu los en rijden. Kom aan. Mooi. En nu weer met de linker teugel rechtuit. Goed, wend af nu. Heel mooi. Heel goed. Geef nu de rechter teugel. Ah, zie, waarom doe ik dat?
Omdat een verdomme van beide middenlijn al beslist had van op de rechterschouder te vallen. En hij moet wachten. Iets terug. Ja, los, dat is goed, geef rechts. Mooi. Nee, terugkomen. Ik wil, ja, goed. Als ze dan een keer leren van zoveel dat ik die teugel neem, er groeien te mogen, dan speel ik er toch mee. Hij in de beide richtingen met zijn buitenoever op één lijn loopt, maar hij doet dat niet. En dat loopt niet al goed. Dus dat wil zeggen dat hij nog veel beter kan. Nu, ik zal het zelf een keer doen. Kijk, ik wil hem buiging links rijden. Hè. Buiging rechts. Want hij wil op de rechterschouder vallen, maar dat doe je al gezegd. Hè. Ja. Oké, geef me een keer die teugels. Kijk, dus ik trek hem aan. Dat is goed. Nu zeg ik, allez, volg mij. Nee, volg mij. Goed, links opsluiten, volg mij. Voilà, dat is het. Links opsluiten, ik trek links. Als hij een tegentrek krijgt, hem terug. Voilà, dat is het. Ja, dat is het. Hier is het niet. Dat is het. Dus nu heb ik 10 kilo in mijn hand. Maar wat dat een beetje naar problemen is, je doet dat niet goed met je elleboog. Kijk, ik ga hem nu naar links laten kijken. Hè. Ik trek zijn teugels aan. Domme. Kijk, hè. Dus ik trek zijn teugels aan en ik trek hem naar links. Nu trek ik de linker teugel aan en ik trek hem naar rechts. Links en 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 naar rechts. Links, nog. Links, goed. Links, goed. Links, goed. Links, goed. Oké, dus hoeveel ophoudingen geef ik per volte? Minimum 4. En 10 mag ook. Dus ik trek hem aan en ik zeg, allez, volg mij. Linkerteugel, volg mij. Linkerteugel, volg mij. Links, volg mij. Dus hij is afgeleid met dat peertje, maar je snapt wat ik wil. Ja. Oké? Dus gebruik die maar. En iets meer. Dat is, je wil je met je vinger sturen en zo, dat moet je niet doen. Dat werkt niet. Oké, dat werkt niet. Met aan elleboog, met aan bovenarm. Goed, linkerteugel weer. Recht houden. Qua kader zie ik dat wel geven. Dat is dan alles goed. Dus onthoud dat men ieder paard zijn nals naar voren trekken en niet naar achter. Dat is goed. Dat is heel goed. Kijk naar de beenzetting nu, die is perfect. Linker teugel opsluiten. De teugels zijn een beetje te licht, Wim. Ik wil een beetje meer druk op die teugels. Dus denk eraan. Dat is een woord dat iedereen je kent, hè? Elastische aanleuning. Maar wat betekent dat eigenlijk? Als simpel, hè? Neem je een elastiek van je fiets en hoe harder dat je onttrekt, hoe harder dat je een rekker tegentrekt. Ja, hè? Je weet dat die elastische verbinding, maar dat neem je dat is. Draven. En loopt los. Ja, we zijn aan het werken. Dan wil ik niet dat hij die teugels loslaat. Linker teugel sluit. Iets meer draven, Wim. Kom aan, dat is goed. Nog iets meer. Voilà, zo willen we hem zien. Dat is echt goed. Mooi. Denk eraan dat als je teugels loslaat, dat je bijt. Ja, nog. Oké, dat is goed. Dus we willen verbinding. Ik wil geen paarden die losse teugel. Buitenteugel. Ja, die rijden naar links. Geef de buitenteugel. Allee, vooruit, 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 vooruit. Hey. Niet doen. Kom aan. Oké. Iets meer draven, Wim. Iets meer draven. In het begin mogen we gerust een klein beetje te snel rijden om die aanleuning te bevestigen. Dan valt stil, het draaft niet meer. Dat is zeer goed. Nu rechts terug. Rechter teugel tempo terugnemen. Ja, oké. Mooi. Supergoed. Nu opsluiten, twee teugels sluiten. Nu rechts geven en afwenden. Voilà. En daarvoor moet nu teugels leren volgen, anders heb ik gestuurd. Rechtse teugels sluiten. En weer afwenden. Wat dat dus wel doet als je een teugel sluit, dat hem te veel tempo terugneemt. Dan moet iets meer blijven luren. Kom aan. Dus probeer druk op dat teugels te krijgen. Val stil. Ah ja,
op zijn eigen schaduw. Goed, en nu rechts geven. Ja, je mocht iets langer rechtdoor rijden. Hè? Mooi. Mooi. Rechts terug. Rechts en nu geven. Goed. En weer vooruit rijden. Dat is mooi. Hij mag een beetje meer duwen. Dan loopt het een klein beetje te vlak. Supergoed. Val stil. Nu rechts opsluiten. Akkoord. En nu los. Oké. En nu weer recht. Kom aan. Mooi. Kom aan, go. Mooi. Nu sluit ik de teugels op. En ik geef rechts voor een volte. Nu. Voilà. Het paard doet dat, hè. Maar die niet helemaal loslaten, hè. Dus je moet altijd zorgen als je het paard uitnodigt, dat je niet de volledige aanleuning doet, hè. Nu rechts geven en afwenden. Ja, nu. Super goed. Mooi, en vooruit rijden. Nee, dat is ik niet graag. De teugels komen iets in te licht. Wacht even. Probeer zijn oortjes in de lucht te krijgen. Oké. Kijk naar voren. Hè. Houd hem recht. Linker teugel is meer sluiten. Links. Laat hem dan links kijken. Goed dan. Oké, ga vooruit. Mooi. Links kijken. Zie je dat hem rechts gebogen is? Oké. Dus dat moeten we weten. Anders kunnen we hem nooit of wel even niet africhten. Oké, nu rijden naar mij. Prachtig. Maar je gaat wel scheef. Moeilijk. Oh, stop. Oké, goed. Dat is mooi, hè. Oké, goed. Kijk. Nu, wat dat voor u misschien een beetje moeilijk is, dat is... Je hebt dus een rechtsgebogen paard die op de rechterhand naar de binnenbak wil. Dat is eigenlijk gemakkelijk te begrijpen. Maar nu heb je de rechtsgebogen paard op de linkerhand. En wat doet hij? Hij wil naar binnen. Hoe komt dat? Omdat hij dat nu al zo gewoon is? Nee, zijn spieren rechts zijn kort. De spieren kunnen alleen maar trekken. Kijk, ik ga ze een keer lang maken. Ik zal ze een keer laten doen. Kijk. Ik ga nu zijn rechtse spieren lang maken. Kijk. Dus die teugel houd ik vast. En ik trek de rechter teugel aan. Let op wat er gebeurt. Hè. Dus ik wacht tot als hij hem rechts loslaat. En hij gaat het doen, hè. Aan moeder en zien. Natuurlijk. Voilà. Kijk. Voilà. Ja. Dus ik trek hem met de rechter teugel naar stelling links. Alsjeblieft. Dus, voilà. Dus, je moet zo redeneren, hè. Als dat paard rechts gebogen is, zij wil meer contact aan je linker teugel om die spieren aan te trekken. Maar ik doe nu juist andersom. Ik trek die buitenteugel aan. Die laat ik zien. En die trek ik aan. Kijk maar aan. Kijk. En laat los nu. Alleen de buiten. Voilà. Kijk. Dus nu leert de paard. Die blijft. Ja. Daar maakt de som de fout. Je wilt die teugel opnemen. Doe maar. Maar je laat die los. Ja. En niet loslaten. Trek de buitenteugel aan. En als een ja los. Ah, okay. Ah, dat is perfect. Oké. Okay. En dan mag ik gewoon dat weer naar voren geven. Belonen. Maar het is te zeggen, naar voren geven, ja, oké, okay. Alleen één voorwaarde, misschien nog wel te vroeg voor u, maar ik wil ze niet loslaten. Als ik mijn teugels loslaat, dan moet hij met zijn neus naar voren naar beneden gaan. Als ik teugels eraan heb, dan moet hij niet te laat blijven. Ja, maar hij moet een klein beetje krijgen. Ja, zo van. Okay. Geven is belonen. Oké. Okay. Nog een keer? Tuurlijk. Dit is van het moment dat ze begint te snappen hoe het terrein is, daar is allemaal om te lieven. Ik heb sinds een maand een meisje van 19 op de loop gehad. Ze ziet er maar 15 uit, maar ze is 19. En ze moeten s'avonds al bellen. Hè. Joy, kom dan nog naar huis, hè, want ze vinden het leuk. Hè. Ja, teugels zijn te licht. Ze zijn te licht en doet die buitenteugel open van de hals, weg van de hals. Ja. Veranderen van been. Ah, slim. Dat was goed gezien van u. De vorige keer ging ze door. Rechtse teugel, prima. En wanneer ga ik die rechtse teugel loslaten? En
Als het ontspant. Ja, goed. Oké, dat is niet slecht, dat is niet slecht. Weer recht houden. Ja. Goed. Dat is perfect gereden. En nu trek ik die buitenteugel naar voren. Mooi. Super. Laat nu een keer een klein beetje langer. Ja, maar nu moet je naartoe rijden. Hè. Je moet zorgen als je een beetje langer laat, dat de paard die teugel nog contact moet houden. Dus ik rijd hem dan een klein beetje meer naar voren. Kijk. Kijk, eens kijken. Ik ben hier voor u te leren. Hè. Let op, hè. Niet verkeerd begrijpen. Hè. Als ik al zijn teugels trek, dan wil ik dat zijn nals lang naar. En jij trekt al zijn teugels. Dan wil ik dat zijn kort. Trek aan, kijk, kop zelf. Ja, maar dat zeker goed kijken. Dus ik laat me los gaan. Ik neem zijn twee teugels. Trek aan, op de voet. En ik trek weer aan. En ik leer hem tegen te trekken. Oké, daar is het tekst al gedaan. Dat is dezelfde paard zijn de psychologie. Want die paarden willen, mensen willen dat allemaal korter maken. Dat gaat niet. Dat gaat niet. En dan is dat echt een droom voor die beesten te werken. Ja, trek hem naar voren. Trek al zijn teugels en als een tegentrek laat los. Laat me los nu. Geef die teugels, geef die teugels. Ja, oké. Okay. Weet jij wat dat de eerste zin van het paard rijden is? Niet men, hè? Links. Trek hem om naar links. Uw arm is veel te laag. Het paard moet zijn ruiter leren dragen, losgelaten. Dat is het eerste. Trek zijn neus naar voren. Mooi. En pak die teugels maar weer aan. En wat hebben we nu al? We hebben al een rechte lijn, hè? Goed, trek me lichtjes aan. En als, ik trek je wat aan. Ik trek een klein beetje aan, vanuit je bovenarm. En dat paard leert rustig, elastisch tegen te trekken. En dat willen we zien. Meter. Goed. Trek me aan. Trek me lichtjes aan. Goed. En los, laat los, laat los, laat los. Als ik niks te doen heb, dan doe ik ook niks. Prima. Loslaten. Zeer goed. Mooi. Oké, denk eraan dat je je onderarm een rechte lijn houdt naar de mond. Dus van je elleboog naar de mond moet een rechte lijn zijn. Dat is een lage arm. Loslaten. Schuif maar uit, schuif maar uit. Eindelijk. Voilà. Dus dat heb ik geleerd vandaag. Als ik aan mijn teugels trek, wil ik dat mijn paard tegentrekt. En dat tegentrekken, dat gebruik ik om lengte te krijgen. En lengte is ontspanning in de rug. Als je begon, maar als ik niet alle fouten zou opnoemen dat je rijdt, dan ga je misschien al helemaal niet. Zij begonnen op de rechterhand en uw linker stijgbeugel was 10 centimeter lager dan uw rechter. Oké, hoe komt dat? Dat is een rechtsgebogen paard. Denk aan een rechtse banaan en die wil naar rechts. En er zijn er twee manieren om dat te doen. Dat paard recht houden. Ofwel kies ik voor wat jij gekozen had. Dat paard die valt naar binnen en jij staat op die buitenbeugel. Ja, dan zeg ik twee scheverikken bij je. Dat is gelijk twee zatterikken bij je. Daar komt ook niks van. Dus dat doe ik niet. Ik wil rechts zitten op dat paard. Dus ik kijk naar voren en ik voel dat hij naar de binnenmanege wil. Gelijk Wim zijn paard. Hè? Dus ik zeg, nee, we gaan niet naar die binnenmanege. We gaan rechtuit. Maar ik ga niet buiten op die beugel. Ik ga binnen op die beugel. Als ik met uw paard rijd, dan sta ik op die beugel. En dat kun je niet zien, want kijk, ik ga me een keer gewoon recht zetten. Ik weeg 80 kilo en ik ga op die binnenbeugel. Ik weet zeker, als ik mij verzet wel, hè. Ja. Maar als ik blijf staan, dan zie je niet dat ik op die binnenbeugel sta. Maar ik sta er wel op. En hoe komt dat nu? Je hebt de rechtsgebogen paard en je bent begonnen met hem links te belasten. Ja. Dus denk, je bent nu een meisje van 50 kilo, ik geef maar een voorbeeld. Al is het nu 60, maakt niet uit. Ja. En ben gewoon, oké, mooi. Dat is tenminste een meisje. En je zit op mijn schouder. Ja. En dat betekent dat ik 30 links en 30 rechts heb. Denk niet dat ik ervan ga omvervallen. Ja. Weet je wat dat wel een probleem is? Als je nu die 60 kilo van u 40 op mijn linkerschouder zet, wat dat je dus doet met een paard.
en 20 op mijn rechter. Dan moet ik dat doen. Ja. Ik moet mijn rechtse spieren aantrekken om dat te veel gewicht hier aan te trekken. Dus dat wil zeggen, als je met je rechtsgebogen paard op de rechterhand rijdt, mag je hem nooit links belasten. Niet doen. Dus, wat zeg ik nu? Zeer eenvoudig, hè. Die mannen hebben dat allemaal al begrepen nu meer. Men. Ik rijd dat paard en ik wil rechts op dat paard zitten. Dus die stelling, wat je nu gedaan hebt, dat was prachtig, dat bewijst dat je feeling hebt. Ik wil daar geen plezier doen, het mee had te bestoeven, maar dat is wel zo. Dus ik rijd dat paard en ik wil er rechtop zitten. Liever wil ik nog een klein beetje rechts zitten. Ja. Dus wat zeg ik nu? Ik zeg tegen dat paard, kijk ik naar buiten, jong. En op de ogenblik dat hij naar buiten wil, dan zeg ik, hé, hier blijven, hè. Dan zit ik wel binnen. Ja. Dat is het verschil. Okay. Dat is de paard terugmaken. En dan die teugel. Dus niet zo, dat gaat gewoon weg niet. En trouwens, dat paard moet niet lagen. Ik weet zeker, als ik een, stel dat ik nu zeg, ga dat paard een maand bij u zetten. Binnen een maand, hè, heb je al probleem voor hem op te richten. Dat weet ik zeker. Hij zal wel te laag lopen. Want hij weet dat laag de beloning is. Ja. Nu is dat min of meer nog een beetje gevecht. Dus, ik zeg, ik houd hem recht. Dus dat is de stelling links op de rechterhand met mijn gewicht naar binnen. Dat is recht. En zou je dat nu willen proberen? En we gaan ik er 10 minuten zo rijden. Hè. 10 minuten nog een stuk op de rechterhand met mijn gewicht op de binnenbeugel op een rechte lijn. Ja. Dus je moet goed opletten nu. Hè. 10 minuten rijden op een rechte lijn met mijn gewicht op de binnenstijgbeugel. Ja. Dan ga je zien, in het begin, ik geef maar een voorbeeld, heb de 45 graden buitenstelling. Binnen 10 minuten, hè, dan kan het al heel gemakkelijk gebeuren dat je geen buitenstelling meer nodig hebt. Dat hem zo recht houdt. Zonder die extreme gewichtshulp. En dat is dan het leuke op paardrijden. Dus het feit dat ze nu naar rechts ging, was omdat ik geen druk gaf aan de andere kant. Ja, zijn, van eigen. En je zit op de linkerbeugel. Ja. Dus als je op de linkerbeugel zit, vraag de buiging rechts. En vanuit die buiging rechts lijkt het me nogal logisch dat de paard naar de vingerbak wil. Dus ik doe dat niet. Dus we gaan dat nu weer doen. Rij de rechterhand. Ik ga door bij dat paaltje staan. Wij noemen het, gek genoeg, neus op neus. Je rijdt recht naar mij. In die stelling waar dat je gewicht naar binnen is. Ja. Dus ik weet niet hoeveel stelling dat is, maar ik wil u wel zien naar binnen zitten. Ja, oké? Oké. En route. Rechterhand. En ik sta dus hier. Goed. Dus denk er nu al aan, we staan op de binnenbeugel. We rijden niet op de noeslag. Laat die rechterteugel maar los. Oké. En sluit de linkerteugel nu aan. Zeer goed gedaan. Zet je gewicht naar rechts. Je mag nu al naar mij kijken. Hé, daar. Prachtig. Linkerstelling, linkerstelling. Ja, goed. Goed, goed. Rijd door, prima. Klein beetje meer naar voren rijden, als kan. En weer linkerstelling. Prachtig, prachtig. Kijk, zie je zijn beweging veranderen? Dus dat paard loopt nu al een heel stuk ruimer naar voren, hè. Omdat het recht is. Oké. Super. Dat is gewoon super. Nu gaat hem loslaten. En tij laat jij ook los. Ja. Dus voel je een buitenteugel nu. Verander van been. Nee. Wat? Gaat die ene keer doorzitten? Ja. Dat moet je niet doen. Eén keer staan. Oké. Ah, dat paard is nog niet ontspannen. Dan moet je daar niet gaan op zitten. Sorry. Oké. Om de ju. Dat is klas. Dat is klas. En nu gaat hem loslaten, dan moet de gij ook loslaten. Dus in deze houding trek ik nu de linkerteugel naar voren. Elastisch aantrekken. Voilà, even het beter, is in orde. Zie je? En dan moet je een keer zien, allee, misschien een wat raar gezegd, om mijn leeftijd, hoe spijtig dat ik dat vind, dat die jonge mensen dat toch niet goed leren. Ja, maar ja. Hey, hoe jammer dat is. Ja, dat ze er van dromen om met je paard goed te rijden en geen ien die te leren. Wordt dat vrijwillig vraag naar beneden te gaan. Ja, dat is het. Als ik dat krijg, dan ben ik vertrokken. Goed. Oké. Dat is mooi. Dus ik wil een kader krijgen in het paard. Hè. Schöne Straum, zeggen we in Duitsland. Schuif maar uit. Juist. Voilà. Dat is de hoogte. Nee. Niet meer langer. Niet meer langer. Ik wil de voorwaarts-neerwaartse tendens, maar ik wil hem niet in de voorhand laten lopen.
Links, goed ja. Mooi. En nu maak je die lijn een keer in de draf. Op het einde voor de C brengt het je lichaam naar achter en je gaat terug naar de start. Draag hem samen, hetzelfde werk, hè? Als hem recht. Draag hem. Trek hem lichtjes aan, laat los, supergoed. Trek hem aan. En laat los als een tegentrek. Dus ik trek de neus naar voren. Dat is natuurlijk wat komt naar links mee. Dat snap je wel. Goed. Wanneer, ja, ik diep mee aan. Goed, laat los nu. Niet te diep, dat is te laag. Dat is te laag. Goed, je moet naar de C zijn. Werken spieren. Ja, laag. Maar kijk, gelijk wat dat paard zijn hoofd staat. Hoog of laag, maakt niet uit. Je moet altijd zorgen dat je de lijn recht houdt. De lijn recht. Moesten we nu samen een lonje nemen? Hebben we een fijn gevoel dat om dat te recht houden. Heel goed. Mooi. Oké, stop nu maar. Kijk. Ik ga gewoon een beetje de grove punten af. Want kijk hoe. We gaan licht rijden. Dat wil dus zeggen, licht rijden. Ik maak altijd een grap, dat komt niet van de verlichting. Hè. Licht rijden, dat betekent dat je met je zitvlak rakelings tegen dat zadel gaat. Wannen, een paard is een rugganger. Hij moet zijn rug kunnen ontspannen. Dus ik kom neer. Je moet eens goed kijken wat ik ga doen. Hè. Mm-hmm. Ik kom neer, kijk goed naar mijn arm. En ik kom zacht in dat zadel. 1, 2. Gezien? Ja. 1, 2. 1, 2, want ik ben aan het licht rijden. Als je mijn armen daar zit, dan ben ik aan het licht rijden zo. Je elleboog beweegt niet. En dan heb je nooit een goede feeling met de mond. Dat zijn heel belangrijke dingen. En je kunt dat in no time. Hè. Zeer gemakkelijk. Dus je hand stil, licht rijden, je elleboog bewegen. De teugel lichtjes aantrekken, dat de paard tegentrekt naar voren. En in geen tijd. Goed, denk eraan dat u een arm naar de mond blijft. Trek hem naar voren. Laat los, laat los, laat los, laat los. Oké, okay. Arm is nog te laag, zie je? Dat is een gebroken lijn. Hè? Rijd een gebroken lijn naar beneden en daar mist de feeling bij. Goed. Denk aan je losgelaten elleboog, dus die lichtrijden wordt opgevangen in je elleboog. Dat gaat veel beter. Los, voilà. Oké. Okay. En weer naar voren, dus ik trek letterlijk de neus naar voren. Ja, en loslaten. Goed. En los, kuif weer uit naar voren. Prachtig. Oké, okay, niet te diep, hè? Mooi. Juist. Je neemt gelijk de elastiek van je fiets, neem je die teugels aan en als je voelt dat een tegentrekt, dan ga je mee naar voren. En is dat paard zo gezegd gewonnen. Ga door. Maakt niet uit. En trek weer naar voren. Los, laat me los. Kijk. Dat kun je mij niet uitleggen, want je gaat dan een keer met je linkerhand naar beneden duwen. Dat is een pik nerveus, dat, hè?